Let's say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Europe Remembers, dag 3 tijdens de herdenkingen rondom operatie Market Garden. We staan vandaag hier in Groesbeek bij de Canadese begraafplaats. En we hebben natuurlijk ook weer de wandelaars die een stuk zullen lopen richting Nijmegen. Waaronder Remy. Hi Remy. Hi, how are you? Good. And you're going to walk today? Where to? Absolutely. So third day. Now we are in Groesbeek, here in front of the Canadian Cemetery. And we continue our journey north and we will be going to Beek and Nijmegen. And what do you can see on your way? Well, today, so we start here at the Canadian Cemetery. We'll see the Freedom Museum, just new museum, which reopened a few days ago. And then we'll continue to Nijmegen, where we will end up our work at the Info Center of the Second World War in Nijmegen, which is also a new museum built a few months ago. And it's beautiful weather. I think I wish you good luck today. Thank you, and good luck to you in your visits as well. Yes. Ja, we staan hier in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek samen met directeur Wiel Lenders. Wiel, nieuw geopend. Wat kun je erover vertellen? Ja, het is geopend op 1 september. Hè. We hebben naam inderdaad veranderd van Bevrijdingsmuseum naar Vrijheidsmuseum. Ik denk dat we iets heel nieuws hebben neergezet in Nederland. We kijken heel nadrukkelijk over de grens. Dus we verlaten het puur nationale perspectief. Laten we ook zien. Maar we laten het brede perspectief zien van Europa en het mondiale verhaal. Tweede grote verandering is dat we alles van de Tweede Wereldoorlog plaatsen in de context van de 20e eeuw. Je kunt die Tweede Wereldoorlog niet begrijpen zonder die voor- en nageschiedenis goed in de klauwen te hebben. En de derde grote verandering is dat bezoekers hier aan het einde direct de link kunnen leggen tussen de Tweede Wereldoorlog en de actualiteit. De actualiteit van democratie, mensenrechten en vrijheid. We mikken op 70.000, 80.000 bezoekers jaarlijks. Dat is geen idee fix, want we zien dat de belangstelling alleen maar toeneemt, ook onder jongeren. Vaak de kennis evenredig afneemt, dus daar hebben we wel een taak als museum. Dus ja, ik ben daar heel positief over. Hè. Dus als mensen zeggen, ja, maar dit is een verhaal wat al ver achter ons ligt, dan denk ik, no way. Vergelijk het maar even met wat je ook in Ypres ziet. Eerste Wereldoorlog, leeft geen veteraan meer. En toch, booming, ieder jaar 300.000, 400.000 bezoekers in het museum ter plekke. Dus dat gaat hier ook lukken. Bert, we staan hier in een Waco glider in Groesbeek. Het is alleen maar het frame eigenlijk, hè? Maar kun jij hier wat meer over vertellen, over die gliders? Ja, die gliders zijn door de Amerikanen gebruikt, dit model in ieder geval, de Waco glider, is gebruikt door de Amerikanen tijdens onder andere de Operation Market Garden. Dat is ook eerder gebruikt, hoor. In Sicilië zijn ze gebruikt en ook zeker later tijdens Operation Varsity in Duitsland in maart 1945. Nee, het is een ijzeren frame. Je ziet, dit is een prachtig staal zoals het hier nu staat, om langdurig te zijn. Maar in die tijd maakt het allemaal niet uit, moet het alleen zo licht mogelijk uitgevoerd worden. Dat betekent dat hele dunne ijzeren pijpen gebruikt werden. Aan de zijkant eigenlijk een zeildoek en hier en daar hout versterkt, want dat was natuurlijk ook handig, omdat het daarmee ook het staal bespaard bleef. Want het staal was natuurlijk nodig om tanks en voertuigen te bouwen. En die gliders zijn hier geland, op deze plek? Ze zijn onder andere hier geland, ongeveer 500 in Groesbeek in totaal. En het, zoals deze hier staat, is ook later teruggevonden. En het staartnummer van dit toestel, zoals het ook op dit toestel aangebracht is, correspondeert met het toestel wat ook zichtbaar is op de luchtfoto's. En hier zie je dan een mooi voorbeeld van de jongens die in de jeep meegaan in het vliegtuig. Het pas net tussen de wanden. De cockpit kon omhoog geklapt worden en zo kon het voertuig erin, maar ook zeker er weer uit op het battlefield. Dat is hoe het was. Oké, en die landingen, want ik kan me voorstellen dat zo'n glider landt hier, ging dat altijd perfect? Nee, er zijn ook zeker ongelukken mee gebeurd. En dan kan je je voorstellen als zo'n jeep in zo'n Waco staat, dat het dan voor de piloot wat minder gunstig wordt. Want die jeep valt natuurlijk inderdaad naar beneden. En dat betekent dat er best wel wat slachtoffers gevallen zijn. Wiebe Boersma, we are in the middle of a forest, the Duivelsberg. It's called the Duivelsberg. What's the story about this area? Well, it's a very important area for the during the Operation Market Garden, because it's a high ground and you have Germany on that side, you have Nijmegen on the other side, and there's a road, a lower road. So if you have this high ground, you cover the whole road. And the first object of the Americans was not the bridge in Arnhem, which was the Reichswald, the high ground.
So they send a group of five or four parachute infantry to the Duivelsberg, where the Germans were, and they occupied the Duivelsberg, and then there was a fierce fighting here. You still can here see the remnants of foxholes, and they are the new Americans, but they also used the Germans, of course, and later on in the war the Canadians came here, they made foxholes. So there's a large mixture of it, but you can see the open ground over there, and if you go on that side you see the road as well, and you can see if you have the high ground, nobody can from Germany go to Nijmegen, and that was the aim, of course. Bibo, we staan hier achterop bij een van de cruciale bruggen hier in Nijmegen. We hebben een heel goed zicht op. Hoe belangrijk was deze brug? Nou, vreselijk belangrijk. Ik durf haast te zeggen, nog belangrijker is de brug bij Arnhem. Want als je de brug bij Arnhem hebt, nou ja, dan had je de rest dus gehad. Heb je deze brug, dan hoef je niks meer te doen, want dan heb je Arnhem heb je ook te pakken. Voor de Duitsers. Dus voor de Duitsers, voor de verdediging vooral, was dit een cruciale brug. Afgezien dat deze rivier ook veel breder is dan de Rijn, een veel groter obstakel was. De grote brug staat daar, dat is de verkeersbrug, dat is dezelfde brug. Achter ons de spoorbrug, die is uiteindelijk vernietigd. En nog veel verder, dan zie je net de bogen van de nieuwe brug. En dat is waar de Amerikanen met boter over gestoken zijn, om deze brug van beide kanten te veroveren. En wanneer is deze brug pas in handen gekomen? Heel cruciaal, die is op woensdag in handen gekomen. Op het moment dat de Galeeren deze brug hadden, de Duitsers verloren deze brug. Is aan de andere kant, daar in Arnhem, daar verliezen de Britten de brug en hebben de Duitsers de brug. Precies dezelfde avond. En het Valkhof heeft ook heel belangrijk geweest, ja, hè? Dit was gigantisch verdedigd door de Duitsers. De eerste niet, de eerste patrouille die er komt, die er s'avonds kwam, toen was er niks. Er stonden 88 mm kanonnen mensen, maar die hadden geen opdracht om dat te doen. Dus die hadden alleen verkennen, die gingen weer terug. En toen hadden de Duitsers dit verkende huizen, dat kun je niet zien, maar hierachter. Die zijn allemaal verbrand, die hadden ze allemaal versterkt in brand gestoken. Aan die kant in brand gestoken en ook versterkt. En dit was helemaal vol loopgraaf. Dus die foto's ziet, dat is één groot slagveld geweest. Bibo, we staan hier weer in Graven. Weer een belangrijke brug die tijdens Margaret Garde heel belangrijk was. Hoe hebben ze deze brug in handen gekregen? Nou, echt heel vlug en ook een hoop geluk gaat natuurlijk. Het is eigenlijk de enige plaats waar men aan twee kanten van de brug geland is. Ze 504 land aan de overkant en land verderop richting Graven. Maar die sprong eigenlijk verkeerd. En die komt niet vlak bij Graven terecht, maar die komt hier vlak bij de weilanden terecht. Dus met die 12 man gaat hij naar de brug toe. Wordt beschoten achter dat gemaal, daar staat een bunker. En met een bezoeker aan antitankwapen schieten ze die bemanning dood, kanon dood, veroveren daar dat kanon. Nou, een kwartier later de brug. Als je ziet hoe immens groot de brug dat is, dat was een ramp geweest als je daar een babybrug had moeten leggen. Maar dit is de snelste verovering geweest die er is. Tactisch goed gedaan, iemand met initiatief en een beetje geluk. Ja, nou, de bunkers zijn trouwens geen Duitse bunkers. Hè. Het zijn Nederlandse bunkers. Dus aan de overkant staan er ook. Want wij moesten die brug ook verdedigen in 40. We are now in Graven with Europe Remembers on Tour. Beside me, two young ladies dressed in clothes from the 1940s. You're coming from America. Yes. Why are you here? Well, we love history and we love the World War II veterans. And it's cool to relive it and to see history. And to meet the people that made history. And you meet already some veterans? Yeah, we met some British ones last night. And how is it for you to meet one veteran from the Second World War? It's amazing because we read about history and we visit the places and then we meet the people that did it. And it's a limited time that we have now to meet these people before they pass away. And so it's really an honor. Europe Remembers on Tour. We sluiten hier af vandaag in Graven. We hebben een fantastische dag gehad. We zijn onder leiding van de gidsen Bert Eikelenboom en Wibo Boersma langs verschillende historische plekken zijn wij geweest. En morgen zien we elkaar weer bij de volgende video. And we'll meet again.